Hey, alles goed? De eerste burger is gebakken. Hele goeiemorgen zonder zorgen. Ik heb heerlijk geslapen. Oh, en het is fucking warm. Ik ben hier wakker geworden. De zon was op mijn bus aan het schijnen en mijn bus was snikheet. Wat yo. Oh, hoppakee. Dat is trouwens mijn nieuwe setup. Mijn dekens gooi ik altijd hierin. Yes. En de kussens gooi ik hier ook in. Respect. Daarna ga ik het bed oplooien. Ik heb trouwens ook mijn mondkapje al klaar, want ik ga straks naar de supermarkt. En dat is blijkbaar de nieuwe wet. Gelukkig dat ik nog eentje heb kunnen pakken bij Tony. Anders had ik geen. Kijk eens aan hoe makkelijk dat gaat. Hoppa. Oh, hoe chill is dit niet? Teenslippertjes aan, als ik ze kan vinden natuurlijk. En we gaan richting de supermarkt een lekker ontbijtje gaan halen. Hoppa. Super chill, Grain is hier ondertussen al toegekomen. Yo. En ik heb hier allemaal lekkere shit gekocht. Druiven, min 20%. Framboosjes, banaantjes, granola. Deze had ik nog, havermout heb ik altijd. En Alpro zonder suiker. Grappig dat die zonder suiker duurder is dan die met suiker. Ja. Dat is toch grappig. Oké, ik ga een ontbijtje maken. Daarna even chillen bij Grain. En dan gaan we richting de homie dat mijn keuken gaat fixen. Hoe vet is dit niet dat er hier vanavond een hoekkeuken gaat staan. Dat is toch niet te geloven? Zot. Dat is echt zot. Ik heb jammer genoeg mijn tafeltje niet mee. Ik heb dat in de bus van Shirley vergeten, maar dat is ook het enige dat ik niet mee heb. Dus ja, helaas, pindakaas. Joe! Hey! Hey! Mooie katjes! Hela. Kleine keffer, jongen! Altijd stoer, hè, die kaffer. Zwijg. Weet je dat er komt aan die kleine honden zo blaffen? Omdat die hele kleine engelanden hebben. En van nature hebben die altijd hunzelf zo hard moeten beschermen. Want die zijn heel gevoelig. Dus voor, vanaf dat iets groot op ons afkomt, gaan ze. Als ik tegenkom, ja, begint het te blaffen. Dat stopt gewoon niet. Dat is echt super vet, we zijn hier ondertussen ten huize Dries. Hij zit toch Dries, hè? Ja. Yes. En kijk je vaak mijn video's? Ja. Alright, super vet. En wat gaat jij vandaag doen? Jouw keuken maken. Hij gaat dat maken? Ja. Oh shit. Thanks alleszins. Ik ben benieuwd. Hij zit er al aan bron, toen een keer. Dat is een keuken. Right. En wat komt er nog meer? Je weet het nog niet? Nee. Oké, okay. Hij gaat er alleszins een hoekkeuken van maken. En natuurlijk gaat zijn papa ook halen. Maar deze man wordt later een schrijnwerker. Dat kan niet anders. Als je ziet wat zijn vader hier allemaal heeft gefixt. Check trouwens dit huisje daar. Check dit huisje. Oh, dit is een speelhuisje. En wie heeft er dat gemaakt? Mijn papa, en ik. Ah, het is super vet. Hij heeft meegeholpen. Hey! Gaan we gaan kijken? Ja. En wat is jouw naam? Lintje. En hij is een fan van Club Brugge. Wow! Is dat jouw huisje? Woon jij hier? En hij kan ook toe een hele deurtje, maar het spuitje is eigenlijk kapot. Oké. Okay. Oh, bekken! Kijken. Oh, dat ziet er hier mooi uit. Ja. Dat ziet er mooi uit. Zalig. Met traktortjes in. Oh.
En een kussen. Ja, kijk. Dat is een kik. Hey. Ik zag dat nog een keer. Dat kan je zeggen. Super vet. Lekker. Oh, zo zit het wel op je gemak, hè? Ja. Tot morgen. Super vet. Die super lieve mensen gaan mijn keuken fixen. Hoe vet is dat hier? Wij gaan nu richting Trax. En zij gaan straks met de bus richting Trax. En dan gaan we de keuken zien. Ik ben zo fucking benieuwd. Ik ben hier nog op mijn teenslippers aan het rijden. Jullie zien het. Ik zit te denken. Zou ik nog vlug een douche pakken bij Basic Fit? Die tijd is er sowieso zelf niet meer. Nee, hè? Ik ga gewoon zo richting Trax op de teenslippers BMX. En ik ga vanavond Louis een douche gaan verhogen. Sowieso. Joe! Holy shit, hallo kus! Hey, alles goed? Ja, ja. Holy moly. Er zitten hier blijkbaar schildpadden. Ik dacht dat dat een mirakel was dat ik dat in de Ardennen had gezien. Maar hier zitten er ook. En hoeveel zitten er normaal? Drie. Kijk, daar is die andere. Oh, daar. En daar ook nog één. Ja. 1, 2, 3. Helemaal juist. Ze zaten nu niet wegloopt. Ik ga dat keer gaan kijken of die wegloopt of niet. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh, plons. In het water. Ik kan al lang onder water. En denk je dat dat water zeeën is om in te springen? Ik denk dat het wel oké is. Als die schelpen dat overleven, overleef ik dat ook. Ik ga vlug een duik nemen, ik kan er niet aan doen. Een lekkere verfrissing. Jij hebt hier al mensen zien inspringen, hè? Ja. Maar let wel op, hé. Aan de rand liggen de PCK bij ijs. Zo'n grote steenbrand of zo. Oké. Oké, maar die bitte niet. Oh ja, het zit niet aan de rand. Het is snel. Lekker. Heerlijk! Een frisse duik in Roeselaar. Dat is mijn eerste frisse duik ooit in Roeselaar. Oh, even aan het pissen. Ja, 4 minuten. Ja, wat? Ik zit ook nog binnen maand brand. Echt? Ja. Oei. Ik ga om 2 uur in mijn bed te kruipen. Shit, ik 4 uur 25. Hey. Zo dat zijn. Lekker in slaap. Ja, goed slaap, man. Nog een kwart. Oké, Prieder, wat gaat er gebeuren? Mega zotte dingen, echt waar. Het gaat fucked up zijn. Ik ben een blader, maar BMX is mega vet. Dus ik geef 100 euro aan diegene die keihard biked vandaag. Charles is een goede maat van mij, de rest ook, van Progress. Dus ik dacht, ik wil iets organiseren. Omdat ik heb iets gehoord van vorig jaar of het jaar ervoor. Ging er iets komen, maar het is uiteindelijk niet gekomen. En ik dacht, ik organiseer gewoon iets super klein, iets chill. Het is eigenlijk gewoon een sessie, je kunt toevallig 100 euro winnen. Hoe je die kunt winnen is gewoon biken. Dat is wat ik wil zien, vette tricks. En na 2 uur, als iedereen zo wat plat begint te worden, of 3 uur, whatever, dan ga ik gewoon iedereen vragen, wie vond je de beste biker vandaag? Wie vond je vet? En ik ga de stemmen tellen. En wie dat de meeste stemmen heeft gehaald bij iedereen, het is eigenlijk een beetje publieke opinie. Dat is de rider of the day. We hebben een klein probleempje met de kendama. Je zit vast in de douane, maar sweet kendama's. Belgium sponsort ook voor Best Trick. Een Best Trick ga ik ook rondkomen. Of ga ik een keer bespreken met Charles. Wie dat de Best Trick heeft gedaan vandaag en die kan een gratis kendama winnen. Nice. Hoe dat gaat gaan, ja, het begint gewoon te biken. Ik ga proberen een editje te maken met de BX vandaag. En hopelijk krijg ik het volgend jaar wat groter. Met echte sponsors, want ik heb nu zoveel cash liggen natuurlijk. En voilà, dat is het zo. Dus doe zotte dingen.
Ja, ik ben hier, man. Welkom bij mijn nieuwe keuken. Benoit en ik gaan wisselen van Otto. Ja, ik kan hier perfect staan. In mijn les. En was zo stoked op het werk maar op. Dat doe. Ja. Dat werkt maar al. En ben je al kiek? Ja, maar nu omdat er batterij op is. Normaal schijnt het recht hard. Nee, die andere zijn beter. Hè. Welke? Die draai met dat rood. Ah. Die dingen duur om aan te stellen. Ah ja, die zijn sowieso beter. Die was er wel zo op in de winkel zelf. Dat is dan weer weer zitten. Ja, ik ook voor de winkel. Gewoon opdring en direct je Lego in die. In de winkel. Maar wat van Lego de eerste burger is gebakken. In de bunnykeuken. Check that. Oh. Het werkt. Het vlees is aan het bakken. Tony, je schnitzel is klaar. Ja, ik ga eten. Hier. Je voelde dat. Ja. Alles goed? Safari, man. Chill, chill. Lang geleden. Dank je. Nice man. Sick. Super.
Nou, jij een trui. Best wel een duwt. Wat doe ik, broeder, dan? Wat? Yo! Moonshot staat erop, hè? Wel, hè? Toch? Ja, waar? Maar het gezien? Ik kan ook zien. Ja? Ja. Dat heb ik, dat is een apel. Oh, shit. Wij zijn door. Nu hard. En deze guys gaan mee. Ik ga het in jouw film is blijkbaar. Nou, dan kan ik ook. Ja, tot de volgende, iedereen. Yo. Yo. Nog een bericht aan de kijkers. Oh! Was dat jeng? Ja, like the video. Dat was niet jeng. Like de video. Ciao, ciao. Yo. Ciao. Tot de volgende. Ja, we gaan nog aan. Yo. Salut, man. Ciao, man. Tot de volgende. Hey, bedankt. Laat weten dat je nieuws van weekend. Ja, is goed. Misschien Luxemburg, misschien iets anders. Ja, wel, dat is twee. Ja. Yo, Frieder, merci voor de jam. Merci voor de sessie. Merci voor de sessie. Zijn niet wij. Tot de volgende. Yo. Yes, we zijn teruggekomen in de Bluimeers. Yes. Zijn we klaar voor een frisse duik? Ja. Sowieso, sowieso. Na een dag op het skatepark chillen. Heb ik echt wel heel veel zin in de frisse duik. En we gaan nog een keer kijken naar de keuken. Een shout-out naar TC Design. Hoppa. Damn. Ziet er echt nice uit. Ziet er echt nice uit. En de bus ligt zo groot. Holy moly. Redelijk veel wet. Oh, ik kan niet wachten om hier van alles te hangen. Waarschijnlijk zo'n magneet om al mijn bestek. Hier nog touwtjes, zodat dat hier kan blijven instaan. Alhoewel, dit is gewoon blijven staan, maar hier willen we nog andere dingen in leggen. De generator blijft hier sowieso. Oeh, de benzine is omgekapt. Oei, 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 dat is niet safe. Dat is niet safe. Wat? Oh, die? Ja, die benzine is omgekapt, dus hier moet ik nog rekkers aanhangen ofzo. Dan ga ik waarschijnlijk deze week nog allemaal moeten fixen. Maar de basis is er. De basis is er. Nou, dan heb ik er wel heel wat benzine. Ja, hè. Lekker, hè. Ik vind die geur eigenlijk zelf nog goed ook. Ja, dat ruikt niet slecht, maar dat is niet zo gezond, hè. Nee. Dat ruikt lekker, maar dat is niet zo gezond. Wij zijn ondertussen toegekomen hier op de spot. En check hoe nice dat het hier is. Wij gaan een lekkere duik nemen. Heb je er zin in, Tony? Wat dat fris is. Even het fris? Ja, ja? Ja, ja. Om te het eerst erin? Ja. Ja. 5. 4. 3. 2. 1. Maria verloren. Let's go. Ik ben hier een tweede gerechtje aan het maken. Jullie zien het, we zijn de rest van de schnitzels aan het bakken. 3 schnitzels, 1 voor mij, 2 voor Tony. En ik heb hier bloemkool met kaassaus gemaakt. Dus dat is sowieso super lekker. Tony is nu richting de nightshop. Ik hoop dat hij op tijd is voor het eten. En dit keukentje, damn, ik ben stoked. Ik ben echt wel stoked. Het is een mooi begin. En morgen ga ik naar IKEA, we gaan allemaal vette dingen kopen, we gaan de bus nog een beetje meer ombouwen. Ik kijk er echt wel naar uit. Binnenkort is er ook opening op het skatepark in Gent aan de Vlaarmeersen. Ik zag dat ze al gras hadden gelegd. Het zag er super vet uit, maar waarschijnlijk de volgende keer dat ik daar ga filmen, is het sowieso voor een sessie. Ik ben fucking stoked. Yo. Oké, Tony gaat vragen aan de buren als ze een beetje stiller willen zijn. Want die maken veel lawaai. Die muziek staat super luid en die zijn nu nog maar begonnen met koken. Het is wel een nice busje. Alle deuren staan open. Ze zijn lekker aan het genieten.
Oh, holy shit. Ik ben zo moe. Ik ga lekker slapen. Gisteren veel te laat gaan slapen. Trouwens, wat ging ik zeggen hier over deze BMX? Deze BMX wil ik ooit rechtop zetten, gelijk dat. Maar op een andere manier, want nu hangt hij zo aan de ven. Dat is niet goed, zo kunnen we ook niet rijden. Misschien met het stuur hier aangeklikt. Dat zou wel nice zijn, maar het probleem is, in de toekomst komen er sowieso terug gordijntjes. Och, deze plek begint meer en meer als thuis te voelen. En het is heerlijk gevoel. Ik ben zo stoked. Ik ga de video afsluiten. We hebben trouwens ook super lekker gegeten daarnet. Dat was ik vergeten te zeggen. Bedankt voor het kijken. Like de video, deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Zoals elke dag om 5 uur. Als jullie ideetjes hebben voor de bus, laat het mij weten in de comments. Laat het mij weten. Ciao. Het waren twee Engels, man. Echt? Super vriendelijke man, maat. Right, zalig. Lekker stellen, echt nice. Right. Goed, slaap wel. Slaap wel. Ja. Ciao.